De ontvangst hier in Sint-Jozef. Krijgt iedereen zo'n welkomstpakketje? Elke gast die krijgt zo'n pakketje. Met alle foldertjes erin. En een kleinigheidje van BW3.0. Oké, zijn er al veel tassen uitgedeeld? Er zijn al heel veel tassen uitgedeeld. En we zijn nu nog maar een uurtje bezig. Maar de opkomst is heel groot. En je verwacht dat je alles kwijt te gaan? Ik denk het wel. We hebben nu nog 3 uur te gaan. En het loopt echt als een trein. Zijn deze tassen enkel voor vandaag? Of worden ze over een paar maanden ook nog uitgedeeld? Nee, alleen voor vandaag zijn deze tassen. Dus dat zijn hele speciale tassen? Hele speciale tassen. En als er nog tassen over zijn, blijven ze hier nog bij de balie om hem af te halen komende week? Ik denk dat ze allemaal opraken. Heeft u veel belangstelling hier? Ja, de dames vinden het heel erg leuk om toch een beetje naar de Blink Blink te kijken. Iedere keer een beetje af te wisselen met de sieraadjes. Daar zijn we vrouw voor, hè? Dus er is veel behoefte aan? Ja, ze vinden het erg leuk. Ze vinden het gewoon leuk. En vaak komen ze even met de dochter. En dan even passen. En iedere keer weer wat anders. Is er ook wat nieuws in de mode? Of is dat eeuwig, deze sieraad? We proberen toch iedere keer te wisselen van collectie, want ik kom dan weer eens terug en dan moet er toch weer wat nieuws te bieden zijn. Hè? En dan een beetje naar het voorjaar weer allemaal leuke nieuwe kleuren, in de winter de winterkleuren. Dus zo proberen we iedere keer weer wat nieuws te brengen. Sandra, wat kom je hier eigenlijk doen? Nou ja, mijn dochter loopt hier stage en ze hebben deze open dag. En ze zei, mam, ga je mee? Dan kunnen we bloemenmeisjes spelen. Wij verkopen de bloemetjes. En het is allemaal voor het goede doel. Het gaat allemaal naar Sint-Jozef. Ik denk weer voor nieuwe activiteiten. Ik heb me er niet echt in verdiept, maar ik help wel mee. En de bloemetjes die over zijn? Die worden weer ingeleverd. Want dat zijn vrij duurzame bloemen. Het is allemaal kunst. Alleen deze zijn echt. Maar dat wordt gewoon bewaard en het zal gerust weer gebruikt worden voor iets anders. Ja. Ja. Dus de taak is enkel vandaag geld verdienen voor geld de verdienen. Activiteiten van de Sint-Jozef. Ik doe mijn best, ik gooi me al mijn charmes in de strijd, dat weet je. Ja. Ik hoor het al, jij bent de opvolgster van zuster Adriana Marie. Maar nu ga je een fancy fair naartoe. Ja. Nou, dat zei ik al tegen Pascal, is het fancy fair? Want dat is wel heel erg leuk, ja. Heb je al een nonnenpakje of niet? Nou, dat is zo geregeld via de veevogels, denk ik. Dat gaat lukken met Diana, jawel. Zet enkel je mooie voetjes Ja, nou, nou, mijn voetjes zijn helemaal niet mooi. Dan kom ik bij de pedicure elke maand. Ja. Ja. Hey. Van Leef 3.0, de ledenservice van Beweging 3.0. Dus wij bieden alle gemaks- en comfortdiensten aan, waar je met korting gebruik van kunt maken. Dagtochten, samenwerken met Besseling. We hebben hier natuurlijk de folder over het lidmaatschap van Beweging 3.0. En wat ook een mooi nieuw gegeven van ons is, de personenalarmering. De hulpstudent. Ja, dat klopt. Wat is uw taak hier?
ik laat mensen weten dat wij bestaan. Wij bieden particuliere hulp in de huishouding, maar ook tuinhulp en bijlesgeven, chauffeuren, eigenlijk allerlei diensten. En daar zetten wij studenten voor in. Zijn daar nog kosten aan verbonden? Jazeker. Wij vragen een uurtarief van €12,95 per uur. Inclusief. En daar zoeken wij een student voor. En wij bemiddelen tussen particulier en student. Wij zoeken een vervanging als dat nodig is. Wanneer een student bijvoorbeeld op vakantie is of een keer niet kan. En ze krijgen gewoon netjes van onze factuur thuis gestuurd. Dus ook geen eigen administratie. En dat allemaal voor €12,95. En dat kun je betalen uit je PGB bijvoorbeeld? Onder andere, jazeker. Ja, die mogelijkheden zijn er. En heb je dan altijd een vaste student? Of? Ja, één student. Wij gaan voor continuïteit. En het is voor studenten hartstikke leuk om bij één vast iemand aan de slag te gaan. Zodat ze elkaar wat beter leren kennen. En voor een particulier is dat ook heel erg prettig. Dat ze gewoon weten wie er elke week komt poetsen bijvoorbeeld. Ook in de tuin of zo? Ook in de tuin. Studenten kunnen heel veel. Onkruid weghalen, bladeren vegen, snoeien, van dus, alles. Dus ze kunnen ook zwaar werk doen? Ja, zeker. Maar ook technisch werk? Ligt heel erg aan de klus. We hebben wel technische studenten, dus we proberen altijd bij de hulpvraag de beste studenten te selecteren die daarbij past. Maar je hebt vaak veel verschillende klusjes. Ja, dat klopt. Iets poetsen, maar ook bijvoorbeeld iets over de computer vertellen. Ja, kan en dat ook? Auto rijden, oppassen, bijles geven. Maar dat zijn ook voor andere doelgroepen natuurlijk. Maar veel huishoudelijke hulp en tuinklusjes.